weten of wat actieparken leuk zijn. Waarom loopt zij zo achter me aan? Ik vind haar creepy. Ga weg. Oh, waarom blijft ze achter me aanlopen? De video vandaag, een wat langere video, want wij rocken gewoon even die XL-opname. Ik deed XL. Nou, het lijkt eigenlijk best wel. XL. Wow, XL-opname. Yeah, boys. Ik hoop dat jullie het dope vinden. Doe even dat duimpje omhoog, dan weet ik of ik vaker wat langere afleveringen moet doen. Als wij de 2000 likes halen, dan zorg ik dat volgende week gewoon weer een lekkere XL-aflevering van iets online staat. Of het nou een minigame is of iets anders. Dus doe even dat duimpje omhoog als je het leuk vindt. En dan gaan wij nu beginnen met de XL-aflevering. Oh nee, de XL. Dit is zo cool, man. Oh, ik vind mezelf echt cool. Wow. De XL van Murder Mystery. Let's go. Zo stom, maar ik ben er echt blij als ik gewoon zoiets doe. En dat het een beetje werkt zoals ik in gedachten had. De XL aflevering. Oh jongens, ja, jullie weten wie jullie kijken. Hè? Wouter is dorky. Is een dorky, jongens. Maar hey, dat maakt niet uit. Soms is het grappig om een dorky te zijn. En wij rocken gewoon, jongen. En wij gaan vandaag ook rocken. Lekker XL. Ik vind het wel een leuk conceptje. Want ik vind dat je niet elke video XL moet maken. Want dan valt het niet meer op, weet je wel. Dat is hetzelfde als dat je... Ja, hoe kun je dat het beste vergelijken? Stel nou, je eet een hotdog. En je hotdog is normaal altijd zo groot. Of nee, zo groot. Maar je eet hem al... Nee, oké, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Ik weet niet meer waar ik... Ik bedoel gewoon, we moeten het speciaal houden, jongens. Dus we moeten niet elke video een XL doen. Maar het lijkt me wel leuk om het wekelijks te doen. Als jullie het dus ook leuk vinden. En lekker kijken. Dus ja, laat gewoon zien dat je het leuk vindt door het duimpje omhoog te doen. En door hem af te kijken. Want ik kan precies zien hoe lang iedereen kijkt. Detective Wouter. Wouter weet alles. Wouter weet alles, behalve wie de killer is op het moment... Oh nee, ze zit heel erg achter me aan. Chickie, ga weg. Ik heb niet... Oh nee, ik wilde zeggen, ik heb niet één goud. Maar ik heb wel één goudstukje. Uh-oh, stunt. Wegwezen voor een stunt. Oké, we zijn veilig. Oh, de stunt gaat helemaal lijp, jongens. Oeh, is zij het in de rug? Er zit hier wel iemand in de rug. Oké, ze doet niets. Ze doet het niet. De kust is veilig, dames en heren. Wow, door die stunt is gewoon die hele auto in de fik gegaan. Ik hoop dat die man verzekering heeft, want anders... Wie is het nou? Want er zijn, volgens mij, één iemand is neergegaan door de stunt. Maar ja, voor de rest is er nog niet zo heel veel gebeurd. Is een admin of een YouTuber? Mensen weten nooit wat ik ben. Ben ik misschien de nieuwe eigenaar van Hypixel? Wie weet. Het zou zomaar kunnen. Oh, we hebben hier een detectiveje, denk ik. Oh, daar ging de detective. Oké, dat was niet de detective. Waar ging die neer? Oeh, daar rechtsachter. Oké. Dus als het goed is, zit daar nu ook de killer. Of hij heeft van hele afstand geschoten. Maar ik denk dat hij dat is. Ja, oh nee, dat is hem niet. Want die was net naast mij. Ik heb nog één goudstukje nodig. Oeh, gevaarlijke situatie, Salom. Waar zou die persoon zijn? Is het misschien toch Alex? Alex, is het you? Kijk, hier ging de detective neer. En iemand heeft hem al... Nee, niemand heeft hem opgepakt. Wat? Oké, ik kan op zich wel... Ik denk dat zij het is. Is zij het, jongens? Zij kan het echt wel zijn, hoor. Ze is de enige hier... Ah, dit is zo verdacht. Dit is zo verdacht. Yo, we schieten gewoon. Ah, boom! Waarom viel mijn ding zo naar beneden? Oh my god, hij was het ook nog echt. Nee, joh. Mijn pijl ging echt niet hard. Waarom ging die zo zacht? Wat gebeurde er? Dit was overduidelijk een opwarmertje. Overduidelijk. OMG, dat was echt het slechtste schot ooit, man. Oh, en dan doe ik het ook nog in de XL-aflevering. Dit kan echt niet hoor, mensen. Dit kan echt niet. We gaan gewoon op zoek. Wie gaan we waar vinden? Wie gaan we waar vinden? Oeh, er wordt wel meteen iemand neergehaald. Dat vind ik wel leuk. Ik hou wel een beetje van die actie. Kom maar op met die actie. Behalve als het betekent dat ik neerga. Dat willen we niet. Dus dan moet je niet de actie brengen. Maar voor nu wel. Tot nu toe heb ik nog niets gezien. Ik probeer een beetje op te letten. Gaat er achter iets gebeuren? Oh, detective is neer. Waar is dat gebeurd? Daar links. Aha. Oh,
De boog is gedropt. Is de boog al opgepakt? Nee, nog niet. Oh, oh, ik ben bang. Ik ben bang. Is hij hierboven? Is dat hem? Oh! Huh? Waar kwam die vent vandaan? Oh, hij had me. Wat is er gebeurd met die goede oude tijd waar ik gewoon elk potje won? Oh, ze denken dat ik het ben. How did you know? Hoe wist je dat? Hoe weet hij dat ik de killer ben? Don't lie. I am just an innocent boy. Ik ben gewoon een onschuldig jongetje. OMG, ik weet niet eens wie het was. Ik keek er niet eens naar. Oh my god, dat was echt mooi. Ik stond er gewoon vol naast. Heerlijk, heerlijk. Oké. We leven nog, jongens. Daar gaat het om. We gaan goud verzamelen. Ik denk als ik die persoon zie dat ik wel weer weet wie het is. Ik weet het niet zeker. Ik gok dat ik het weet. Oh, ik hoop niet dat er storm komt, hè. Oké, geen storm. We leven nog. Alles is nog wel. Er ligt hier goud tussen de bloemen. Wow. Was dat hem niet? Ik weet nog dat hij iets groen zat. Of was jij het niet? Nee. Ik weet niet meer hoe de persoon eruit zag. Waar ik echt recht naast stond. Ik was zo niet bezig met op te letten voor de murderer. Maar hij heeft ook gewoon niemand voor de rest meer gedaan, hè? Alleen die persoon. Dus ik weet het als enige. Detective is neer. Daarachter. Uh-oh. Volgens mij loop ik er nu recht heen. Ja, dat is hem. Meneer Legoblokje, yes! We hebben hem. We hebben hem. Ik wist het al vanaf het begin, jongens. Ik wist het al. Oké, beginnen bijna. Hebben we een beetje een hoog percentage om zelf de murderer te worden. Dat zijn toch wel de leukste potjes. Maar voor nu zijn we nog even een keertje onschuldig. Maakt niet uit. Wij doen ons werk. Zo net wisten we het hartstikke goed wie het was. Tenminste, we hadden een vaag idee wie het was. Maar nu gaan wij gewoon voor de kill, jongens. We gaan echt even turbo. Dit is een turbo rondje. Turbo. Wow, turbo dodo. Waar is de... What? Waarom zijn hier schapen? Wat is dit? Waarom zijn hier schapen? Dit is zo raar. Waarom staan daar gekleurde schapen? Ik heb dat echt nog nooit meegemaakt. Zo maak je elke keer iets nieuws mee. I am a sheep killer. Oh. We hebben een bad boy hier in ons midden, hoor. It's a bad boy. Bad boy. Oh. Oké, deze persoon is druk bezig, want er zijn nog maar 8 anderen op mij nou over. Whee. Uh-oh, er komt weer een stunt. Eerder ging dat een beetje fout voor sommige mensen. Niet voor mij, maar voor sommige mensen. Ik heb 5 goud. 6 goud. Zij komt naar mij toe. Waarom komt zij naar mij toe? Oké, we leven nog. Oké, ik ga gewoon deze kant op. Ik vertrouw er op de een of andere manier niet. Ik weet niet, ze heeft me niets aangedaan, daar niet van. Maar ik vertrouw er gewoon niet. Maar hem vertrouw ik helemaal niet. Man in het oranje. Ren! Komt hij achter me aan of niet? Oh, grutjes. Waar is de man in het oranje? Ik heb nog 3 goud nodig. Hij is achter mij. Wegwezen, Wouter. Oké, hij volgt me niet meer. Ik weet precies wie het is. Ik ga hem opzoeken. Ik ga goud zoeken. En dan ga ik hem pakken. En deze keer ga ik wel de pijl raken. Oké, jongens? Oké, dit wordt hem. Zo. Detective is neer. Oké, dit is mijn kans. Nu kan ik de held zijn van de dag. Oeh, hij is daarachter. Schiet op hem. Volgens mij is hij gestunt. Oh, ik wilde net schieten. Ze pakken mijn glorie af. Nee, ik wilde voor de kijkers laten zien dat ik het kan. Ja, dan ga je me nu aankijken. Wat dan? Oké, we hebben in ieder geval bijna 40% kans om of een detective te worden of een murderer. Ik heb er zin in. Oh ja, that's how we like it, boys and girls. I like this. We zijn de murderer. Yes. Oké, we gaan eerst, jullie weten hoe ik het speel. We doen het eerst een beetje rustig aan. We lopen gewoon een beetje door de wandelgangen. Gaan een beetje praten. Hey, hallo, wat heb jij een interessant gezicht. Oké. Waarom gaan wij even kijken? Oh,
Yo, ze hebben elkaar gekild. Oké, ik ben weg hier. Want dit lijkt net alsof ik erbij hoorde. Ik heb helemaal niets gedaan. Ik heb niets gedaan. Oh, hij wist het. Ik moet erheen. Ik moet hem nu pakken. Hupsakee. Oké, we missen weer. Maakt niet uit. Oké, we hebben hem. Oké, ik denk dat iedereen nu weet dat ik het ben. Gezellig. Oké, maakt niet uit. Iemand heeft de boog opgepakt. Ik kan niet meer rennen. Ik weet ook niet waarom. Oh my god, we blokten elkaar. Kom hier, lieve schat. Oh, hoe raakte dat niet? Oh my god, ik mis alles. Oh, wat? Ze ging erop staan. Oké, het is dus wel een beetje chaos hier. Iedereen weet dat ik het ben. Dat is niet mijn fout. Hallo, dank u. Oh, ze komen eraan. Oké, ik heb bijna een kill. Nu ben ik gewoon degene die aan het rennen is van iedereen. Oké, nice. We leven nog. Ja, ik ben gewoon degene die gehunt wordt hier. Oké, op z'n rug. Bam! Oh, dat was de detective. Oh, yes! Let's go, boys and girls! Wouter doet het zo. Oké, nu moeten we blijven concentreren. Ja, ik moet nu wel mensen gaan zoeken, want we hebben nog maar 2 minuten. Dat is nou niet al te veel. Oké, we gaan ze gewoon zoeken. Nu moeten we denk ik wel echt een beetje elk dingetje afgaan. Op zoek naar de mensen. Kijk. Oeh, ze ging naar links. Waarom deed je dat? Gekke dame. Zijn hier nog mensen? Ik heb mij namelijk hier eerder wel verstopt. Dat kan namelijk hier aan de achterkant. Kan je verstoppen. Heeft niemand gedaan. Oké. Nog 2 man. Ik kom je halen, vriend. Met de boog. En dat betekent dat er nog 1 persoon over is. De vraag is... Waar is die laatste man? Ik kom je halen. Oké, hij wil niet gevonden worden. Blijkbaar. Oké, dat is vervelend. Want dit is een veel te grote map voor dit soort ongein. Crap. Oké, hoe gaan we hem op tijd vinden? Zit hij in het water misschien? Dat kan ook. Nee, zit niet in het water. Zit hij hier aan de achterkant? Dat kan ook. Nee, zit ook niet aan de achterkant. Waar is hij dan? Hier ook niet. Oké, we moeten gaan rennen. Straks gaan we hem op de minimap zien. Als het goed is nu. Oké, hij is aan de andere kant. Kijk, daar is hij. Hey, vriend. Wat doe jij hier? Hupsakee. G, jongen. Your boy, die onze. Oh, niemand zegt ook GG. Och, jongens, zo. Kunnen jullie niet zo goed tegen jullie verlies, zo. Dan zijn ze opeens stil, hoor. Oh, wat een mensen. Oké, we zijn lekker meteen detective. Kijk. Nu wordt het leuk. Oh, ze kunnen echt niet tegen hun verlies. Ze hadden daarvoor zaten zo echt te praten. Oh ja, deadly is het. Oh ja, we gaan hem wel even aanpakken. Ja, jongens. Nee, zo werkt het niet. Kijken of toevallig killer hierop afkomt. Het zou niet heel raar zijn. Want tot nu toe is er niemand neer. Ik zit een beetje schuin mee te kijken. Van wat gebeurt hier allemaal in het begin? Gaat iemand anders specifiek aanvallen of zo? Zijn er nog verdachte situaties gebeurd? Heeft u nog iets verdachts gezien, meneer of mevrouw? Al zijn zichzelf allemaal aan het cursen. Oh, jongens. Pas toch op voor de spooders. Oeh, history erased. Achievement? Wat voor achievement is dat dan? Witness destruction of all the soldiers. Oh! Hey, dat deed ik laatst ook. Dat denk ik wel uit, zo. Ik kan niet echt praten. Oh, kijk. Hupsakee, GG. Oh, man, wat gaan we lekker. Wat gaan we hard. I love it. Komen weer een beetje terug in dat heerlijke ritme, hè. Oh, lekker. Nou, dit is ook wel een leuk mappie. Lekker een beetje 8 baantjes pakken. Oh, ik wil graag weer naar een attractiepark. Jongens,
Het was zo leuk in Florida. En mocht je die vlogs gemist hebben, want ik weet wel dat ik het vaker zeg en dat jullie zeggen, oh, ik wist niet dat je vlogs had. Ik was laatst met Maisha, met mijn vriendinnetje, was ik naar Florida geweest. En we hebben daar gevlogd. En echt een bizar Harry Potter attractiepark. Check even het linkje in de beschrijving. Er staat iets van mijn vlogkanaal of zo. Daar kan je die vlogs vinden. Ik raad je echt aan om ze te kijken. Het is zo erg cool, jongens. Holy guacamole. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, check even die vlogs. Ze zijn echt, echt leuk, hoor. Maar echt. Tenminste, ik kijk ze terug en denk zo, oh, ik wil terug. En ik wil ook nog gewoon een keer naar de Efteling. Ik vind de Efteling ook zo leuk. En ja, ik ben wel benieuwd, hé. Laat eens eventjes achter ook, welk attractiepark op Walibi en de Efteling na. Dus die twee niet. Welke jullie het leukst vinden? Want ik ken eigenlijk voor de rest geen attractieparken in Nederland. Ik weet ook niet of er echt nog grote zijn. Oh, ze gaat me halen. Ik weet het zeker. Ze gaat me halen. Het is een kwestie van tijd. Ik hoop dat ze de ander gaat aanvallen. Oh, niet eens? Oké, ik leef nog. Maar laat eens even weten, want ik ken dus eigenlijk helemaal geen parken op de Efteling en Walibi daar. In Nederland. Ja, je hebt iets van Toverland of zo, een slagharen. Maar ik weet niet of dat iets is. En jullie weten dat wel. Jullie zijn professionals op het gebied van weten of attractieparken leuk zijn. Waarom loopt zij zo achter mij aan? Ik vind haar creepy. Ga weg. Ik wil geen stalker in mijn leven. Oh, waarom blijft ze achter me aanlopen? What? Oké, ik heb haar afgeschud. Zo, dat was wel een beetje spannend hoor, mensen. Dat was wel een beetje spannend. Ga niet op mij schieten. Soms doen ze dat, hè. Dan schiet ze je in één keer neer en denk je van, man! Waarom doe je dat? We hebben gewonnen. Yes, yes, yes. 45 puntjes erbij. 312 coins. Komt u maar binnen. Ik zit stiekem toch een beetje te wachten om weer de murderer te worden. Ik vind dat toch wel leuk. Het blijft wel leuk iets om te doen. Ik vond dat rondje dat we deden was ook zo knijters lekker. Maar ja, het is natuurlijk een kans. Je hebt een kans. Ik had hem wel elke dag willen zijn. Nee, dit klinkt nu heel raar. Jullie snappen wat ik bedoel, toch? Ik ben echt een hele zoetaardige jongen, hoor. Heel zoetsappig en lief. En oh nee, hij niet. Hij niet. Oké. We hebben zo. We hebben al drie goudstukjes. Gaan we hierheen. Vier goudstukjes. Ik zie vijf al liggen. Bang, bang. Pak hem maar op. Pak hem maar bij. Dat maakt me blij. De eerste paar potjes gingen niet goed, maar de rest gaat wel prima. Yo, hup. Twee zebra's. Ik dacht even dat ik twee zebra's zag lopen. Dat zie je niet elke dag. Nee, zeker niet. 8 gold. Dat zie je ook niet elke dag. Kan je hierop komen? Volgens mij wel, hè. Ik heb gewonnen. Alweer, hoeveel puntjes nu? Oeh, 224 coins. Zo, kom maar binnen. Lekker hoor. Ik denk dat het tijd is voor een minigamepje. Even voor de afwisseling. We doen natuurlijk een XL-aflevering. Is iets langer dan normaal. En daarom doen we een extra minigamepje ertussen. Die ga ik beneden even doen. Want volgens mij, als je de highscore haalt, dan krijg je 5 gold. Dus ik ga even een investering doen. Ik moet even 1 goud ergens vinden. Dat is een hele goede vraag. Waar is het goud? Ik heb geen idee. Waar is het goud? Ik heb nog steeds geen idee. Ligt er nou helemaal geen goud hier? Yes! Ik ben rijk. Oh, er is al een highscore. 15. Oh, dat is wel hoog. Oké, we gaan het gewoon doen. Hupsakee. Die. Wat? Ik sloeg hem. Oké. Die. Snel, die. Die. Hallo. Ik klik vol op die dingen. Ja. Hupsakee, die hebben we. Oh, 11. Ik had wel echt een paar keer gehit. Ik ben benieuwd hoeveel hij haalt. We gaan gewoon bij deze minigame kijken. Oeh, hij pakt de verkeerde. Oh, hij pakt weer de verkeerde. Oh, hoeveel gaat hij halen? Ga me niet vertellen dat hij meer haalt dan dat ik heb. Er ging iemand neer. Hoe heet hij? Er staat geen naam bij. Ik wil nog een keer. Oké. Zo. Hupsakee. Ja, die. Ja. Gewoon blijven draaien. Ja, die heb ik ook.
Ja, die heb ik ook. Die heb ik en die heb ik en die heb ik. Lekker. Lekker, we gaan goed. We gaan goed. 12. Ik ging echt goed. Maar we krijgen... Oh, 3 coins erbij. Oké, nou, dan hebben we 9. Dan hoeven we nog maar eentje. Die zie ik daar in het water liggen. Hé, hey, pak hem dan. Rupsakee. Lekker. Oh, is het zebra? Ik weet niet wie het is. Ik heb echt geen flauw idee. Ik was alleen maar bezig met minigames. Ik ben een druk man, oké? Niet op mij richten. Ik hou er niet van. Ga weg. Ga weg met richten op mij. Ze blijft hier maar gewoon mikken. Waar mikt ze dan op? Mikt ze überhaupt wel op mij? Wie is ze aan het mikken? Ik heb intussen... Oh. 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 Ik schoot recht op die vent. Oh, nee. Oh, hij gaat de andere kant op. Oké, hij had een beetje een blauw dingetje, toch? Hij heette T-Dag. Oké. Ik ga kijken of ik snel de boog kan pakken. Oh, daar zit hij. Oh. Hij gaat het ding gooien. Oeh! Waar is hij? Ik zie hem niet. Komt hij via de andere kant? Nope. Oké, nou, hij heeft nog maar 1 minuut. Dus ik vind het helemaal prima. Kom mij maar halen, vriend. Want het enige wat ik hoef te doen is te over... Ah! Oké, te overleven. Oh nee, er komt ook nog een storm. Ah. Oké, ik leef nog. Ik leef nog. Zit hij nog achter me aan? Nee. Oeh. Waar is hij heen? Kom, we gaan bij elkaar staan. Waar is die man heen? Hij heeft nog 15 seconden. Oh, daar is hij. Hij komt eraan lopen. Niet voor mij staan. Oh, als ik hem nu vermoord. Dat kan ik doen, hè? Oh, ik miste. Yo, ik ben weg hier. Je hebt nog 2 seconden. Oh, twerk it. Oh, ik twerk voor je. Oh, wat jammer. Kijk zijn beteuterde gezicht. Oh, zo close. Ja, maar toch nog zo ver weg, hè? Heerlijk. Oh, dit zijn de beste potjes. Oh, yes, murderer. Let's freaking do this, my friends. Oké, het is weer dezelfde map. Het is een vervelend mappie, vind ik persoonlijk. Maar hey, we moeten het ermee doen. Ik ga het gewoon echt weer rustig aanspelen. We hebben geen haast, denk ik. Kijk, ik kan altijd hier even snel... Oh, er zijn wel veel mensen hier, hè. Ik zou dit even snel kunnen pakken met z'n allen, maar... Moeilijk. Wat gaan we doen? Moeilijk. Oké, volgens mij verwacht ze het nu niet. Ik pak even wat goud, zodat zij het niet hebben. Oké, ik ga denk ik die gasten hierachter nu pakken. Oh, het zijn er zoveel hier. Ja, of we gaan gewoon weer hard. Weet je wat? We gaan gewoon weer hard. Ah. Oeh, secret passage. Dat betekent waarschijnlijk dat ze hierheen komen. Oké, we hebben een paar. Let's go. Volgens mij heeft niemand het gezien. Behalve misschien hij. Dat was de detective. En dat was iemand anders. Oké, we zitten nog lekker in de game. Hupsakee, pakken we die ook erbij. 7 kills. Hupsakee. Pakken we die ook erbij. Hey. Alright. Oh, ze hebben elkaar gekild. Lol. Oké, nog 4 over. Yo, we gaan goed. We gaan hard. We gaan lekker. We gaan los. Ik doe gewoon net... Niemand heeft mijn naam genoemd. Dus mensen kunnen het eigenlijk nog niet echt weten. Tenzij ze op Skype of zo zitten met elkaar. Dat kan op zich wel het geval zijn. Het is alleen echt een moeilijke plek om dat ding te pakken. Ik denk dat mensen best wel aan het kijken zijn van... Huh? Waar is die boog nou? Want hij staat heel raar op de map. Dus, weet je, het werkt alleen maar in mijn voordeel. Ik ga gewoon rondlopen. Ik ga even een rondje doen. Even kijken of we nog wat gezellige mensen tegenkomen. Are you murderer? Oké, ze staan dus 2 bij elkaar. Yo, check dit goud! Wow! Check dit goud.
Hey, dank u. Oh, dank u. Ik had die andere gast helemaal niet gezien als hij niet naar buiten kwam. Hey, nog eentje. Dan heeft Wouter weer een heerlijk potje murder. Mystery gedaan. We gaan er gewoon voor, jongens. Ja, het is dus die laatste persoon vinden. Waar kan die zijn? Ik kan gewoon mijn zwaard in mijn handen houden. Of eigenlijk mijn boom, mijn bot. Ik sla mensen neer met een bot. Ja, zo. Is een beetje bot om te doen, maar ja. Oké, goede grap. Niemand hier. Oké. Misschien aan deze kant. Niemand hier. Waar is die laatste persoon? Zit die misschien hier? Volgens mij heb ik een soort van speed gekregen of zo. Ik ren in één keer een stuk harder. Is de laatste persoon niet gewoon hier ergens achter? Huh? Zit hij dan hier? Waar is hij? Oké, ik ga de andere kant op lopen. Misschien lopen we namelijk gewoon allebei rondjes. En ik moet hem vinden. Ja, of misschien zit hij dus gewoon boven. Dat we hierheen gaan. Nee, hij heeft gewoon niet deze opgepakt. Au. Oh, oké, ik heb 30 seconden straks. Ik moet echt gaan kijken op ultrasnelheid waar die persoon is. Oké, waar is hij? Hij staat niet op de kaart. Ah. Oké, hier nu dan. Ja, helemaal aan de andere kant. Huh? Oké, ik... Oh my god! Yes! GG! Oh, wat een lekker einde, dames en heren. We hebben gewoon heerlijk 2 keer gewonnen als murder. Maar ook echt hard gewoon iedereen gepakt. Terwijl bijna iedereen wist dat ik het was. Ik vond het helemaal mooi. Hopelijk vond je het ook dope. Smash dan het duimpje omhoog. Als we dus meer dan 2000 likes hebben, gaan we dit gewoon elke week doen. En dat lijkt me hartstikke gezellig. Vergeet ook niet om te abonneren en dat belletje aan te zetten natuurlijk. En zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Tot morgen, mensen. Ciao.